We zijn hier in de voormalige kerk van Zandbeek, want hier wordt ook het MSVA gemaakt, als ik het goed begrepen heb. Nee, dat heb jij goed begrepen, ja. En we zijn een jaar of vijf terug, zijn we, ik ben voorzitter van de Elzenhof trouwens, het huidige gemeenschapshuis. Ja. En daar vonden we dat te klein was en de sanitaire voorzieningen die waren toe aan een goede opknapbeurt. Toen zijn we naar Boxmeer gegaan, afspraak gemaakt met de wethouder. En daar in het eerste gesprek is eigenlijk al meteen het idee ontstaan van goh, je hebt zo'n mooie kerk, kunnen die nu verbouwen tot gemeenschapshuis. Daar hebben we even over nagedacht, niet lang. We zijn in Fort de Mullen bezig kijken naar Knillis. Die waren toen volop bezig, dat zag er geweldig uit. En we zijn in gesprek gegaan met de parochie, want ja, de mensen gingen hier nog ter kerke, zoals dat heet. En we hebben ook contact opgenomen met de dorpsraad, want we vonden toch wel een beetje erg veel als er alleen maar bestuur van het huidige gemeenschapshuis zou moeten doen. Dat is onder andere Cor Thijssen is lid van de dorpsraad, zodoende zit hij erbij. En we hebben rondgekeken in het dorp om een stuurgroep te kunnen maken en hoe kunnen we het nog meer laten dragen. Dus daar hebben we Maria voor bereid gevonden. We hebben toen de tijd meteen een heel aantal werkgroepen ingericht. Waar onder andere de stuurgroep, de groep is waar vanuit alles gebeurt. En daar zit een bouwgroep onder. Er zit een inrichtingswerkgroep onder, er zit een werkgroep financiën onder, er zit een werkgroep naamgeving onder, er komt een werkgroep groenvoorzieningen onder. Dus zo diverse werkgroepen om alles mogelijk te maken. We zijn in contact gekomen met een architect, die heeft de tekeningen gemaakt. We hebben de nodige centen los kunnen krijgen bij de gemeente, bij andere subsidieverstrekkers. Onlangs een hele grote duurzaamheidssubsidie nog los kunnen krijgen, zodat we niet meer afhankelijk zijn van het gas. Nou, dat is iets wat vijf jaar terug nog helemaal niet in de planning stond. En inmiddels, ja, sinds Oekraïne, ja, weten we allemaal hoe dat werkt. Dus als alles mee zit, dan gaan we van een energielabel G naar A++ door middel van aardwarmte en zaken. Aardwarmte, dat is de warmte die ze uit de grond halen met water? Of hoe werkt dat? Nou, precies weten doe ik het ook niet, want je moet zo ver de grond in dat je dat niet meer precies kunt weten. Dus je kan volgens mij 150 meter onder de grond in op een stuk of 10, 12 plaatsen. En het verschil in temperatuur van onder en boven, daar halen ze dan op de een of andere manier de energie uit. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook de zonnepanelen. Maar het moet klimaat neutraal worden, is de bedoeling. Dat is wel heel anders, want daar kennen ze dat toen nog niet. Nee. Dus iedere keer weer wordt het weer moderner, of wat zeg je er tegen, hè? Ja. Ja. En hoe lang, duurzamer, hoe lang zijn jullie al bezig van de allereerste begin? Nou, wat ik net in het begin al zei, we zijn vijf jaar terug zijn we begonnen. We hebben denk ik 2-3 jaar gebruikt als denkwerk en ook om alles rustig, zeker richting parochie en zo, om op een nette manier ter sprake te kunnen brengen en ook de mensen mee te nemen van als je eerst naar de kerk toe kunt en ja, je moet dan, want zo komen we van soms over in één keer naar Boxmeer. Dus dat proces hebben we echt alle tijd gegund en dat is ook voor beide. Daarnaast, wij willen graag de kerk kopen, dus dat was ook een heel onderhandelingsproces. En voor ons was heel belangrijk dat we de kerk, wat eerst een gebedshuis was, ook voor de gemeenschap. En nou voor het straks op een gemeenschapshuis, ook voor de gemeenschap natuurlijk. Dat we dat in ere konden houden, want uiteindelijk was het ooit verkocht. En liever zo, als dat straks dat er iets mee gebeurt waar je als dorp helemaal niks in te brengen hebt. Het is natuurlijk een heel markant gebouw toch, zeker met die hele grote oude toren erbij, hier met een centrum van het dorp. En die toren wordt gebruikt als, mag ik opzeggen, opslag? Of is dat verkeerd gezegd? Ik denk dat je nou de mensen van de stichting van de toren tegen het hoofd stoot, want er is zeker geen opslagruimte. Nee, maar het is wel zo, de toren, er zitten een aantal verdiepingen in en die hebben ze dusdanig aangepast dat vele lesbeelden en zo en andere kerkelijke hoogheden, om zo maar te zeggen, die blijven bewaard voor het dorp. Gedeelte zit onder de toren, gedeelte zit bij Zandbeekseem. Sommige zaken komen ook weer terug, die plaatsen weer terug, zodat de kerk wel gemeenschapshuis wordt, maar wel met dienverstanden. Het moet wel gemeenschapshuis worden, geen kerk meer, maar we willen in de bouw ook zoveel mogelijk het gebouw laten. Dus dat het wel herkenbaar blijft als wat ooit de bedoeling was. Maar bijvoorbeeld de beelden van de kerk,
Die staan dus allemaal op de eerste verdieping in de toren. En die toren die kun je in ieder geval met de Sint-Jansfeesten bezoeken, dus dan kun je ze ook gewoon zien. En de staties zijn er onlangs uitgehaald uit de kerk en die komen in de tweede verdieping van de toren. Dus die blijven behouden. De toren moet je helemaal loszien van de kerk. Letterlijk en figuurlijk, want het is een aparte stichting die de toren beheert. En wij beheren straks dit multifunctioneel gebouw. Dus de toren is er apart van? Die is er helemaal letterlijk en figuurlijk los van de kerk. Ja, okay. Daar komt eigenlijk wel op neer. En in samenspraak met dat, inderdaad, zoals Marie het ook zegt, die beelden en die kruiswegstaties, die worden op die manier eigenlijk straks tentoongesteld in de vorm van een expositie. Dat wordt allemaal behouden. Dat is heel fijn dat het echt in het plaatsje zelf blijft. Plaatsje, ja, hè? Absoluut. Daar zijn we ook best trots op dat het allemaal lukt. Ja. Ja. En allemaal vrijwilligers die werken, of zijn er ook nog wel mensen die dan toch echt beroepsmatig bezig zijn? Nee, het zijn allemaal vrijwilligers. Het zijn van vroeger uit verschillende uren tussen die beroepsmatig in dit vak gezeten hebben. Maar die zijn allemaal als vrijwilliger aan het werk. En op dit moment, want ik stuur eigenlijk nog een behoorlijk groep van de vrijwilligers aan, vooral die de hand- en spandiensten hier verrichten. Het strippen van dit gebouw op dit moment. En dat zijn in totaal denk ik ongeveer 65 à 70 vrijwilligers die op dit moment bezig zijn. Waarvan een kleine 40 die op dit moment bezig zijn met de strippen. Want we zijn nu 2,5 week bezig met het echt strippen. En ieder dagdeel, een dag heeft 2 dagdelen, 5 dagen een week, dus 10 dagdelen per week. En continu 5 tot 7 mensen per dagdeel die hier bezig zijn. Dat is eigenlijk ploegendienst. Ja, nou net ploegendienst. Het zijn steeds verschillende mensen en dat geeft ook wel het mooie eraan dat er zoveel mensen dat willen. En iedereen is enthousiast om mee te doen. Ze worden steeds enthousiaster. En het is net als het lijkt op een succesvolle trein waar iedereen mee wil rijden. Daar lijkt het op dit moment ook echt op. Dat is echt heel fijn. Ja, weet je, er is gewoon heel veel jaren achter de schermen gewerkt en dan lijkt het alsof er niks gebeurt, maar er gebeurde echt, echt heel veel. En nu begint het te werken voor de schermen. En iedereen is zo enthousiast, het leeft in het dorp. En ja, weet je, daar ben je gewoon trots op, dat het een gemeenschapszin geeft. Het is echt mooi om te zien. Ja, en niet alleen hier in de kerk, maar ook in de Elzenhof zelf en met allerlei commissies. Mooi werk. Ja. Heel fijn. Allemaal ploegjes die samenwerken en er dan een mooi geheel van maken. Oké. Okay. Ja, een stuk niet, helemaal zo het alleen maar vrijwilligers zijn. Want het grootste gedeelte wat straks gaat gebeuren, dat gaan toch echt wel bedrijven doen die we in de arm hebben. En ik denk ook goed om te vertellen is, waar doen we het voor? Niet alleen voor het dorp. We hebben in de Elzenhof zelf in het gemeentehuis, er komen wekelijks een 30-40-tal vaste gebruikers. En daarna hebben we ook nog een hele groep incidentele gebruikers. En de bedoeling van dit gebouw is dus om met name nogal wat meer ruimtes te creëren. Dus waar we nu staan op de begane vloer, boven ons komt dus ook nog een stuk tweede verdieping. En alles wordt zo ingericht dat we ook de hele kerk als grote ruimte, zoals je nu ziet, ook kunt gebruiken als we grotere activiteiten hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan een toneelvoorstelling waar een aantal honderden mensen op komen. Dus daar willen we ook een plaats voor kunnen zijn. En concerten, ja, zeker. We blijven jullie volgen. En we komen nog een keertje terug natuurlijk, om te kijken hoe dat hier geworden is. Misschien nog een keer tussendoor. Ik wil nog wel even aanvulling geven. Op dit moment zie je ook bijvoorbeeld, hierachter stond een hele zware, grote ketel, kachel die de kerk helemaal moest verwarmen. En dat is vol ijzer en dat was best wel een beetje een hoofdpijn. Hoe krijgen we dat ding weg? We hebben hier een prachtige club SMT uit Zandbeek, met de oude tractoren gebeuren. Het zijn allemaal handige technische jongens. En die zijn op dit moment die kachel eigenlijk aan het verwijderen. En dat gaat met veel bombarie en geweld, maar het gaat wel lukken. En zo hebben we het ook met hierboven. Je ziet hier wel een kater in het dak. Dat is best een gevaarlijk werk, maar daar hebben we wel mensen voor die in het vak zitten, door de week. En die klimmen erop, helemaal in veiligheidsgebeuren, dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. En die gaan op de steiger en die gaan dit allemaal boven verwijderen. Dus dat soort mensen die hebben ook kunnen benaderen en die willen allemaal heel graag te werken. Is toch heel fijn? Ja. We houden jullie in de gaten. Dank je wel. Bedankt. Ja.